wij willen begrijpen hoe de hersenen precies werken. En wij kunnen dus op die tv kunnen wij bepaalde opdrachten aan jou geven. En dan kunnen wij precies zien waar in jouw hersenen je hersenen actief worden om die opdracht uit te voeren. Ik doe onderzoek met MRI, dus ik had inderdaad ook bepaalde magneten bij me om uit te leggen dat bijvoorbeeld veiligheid een groot probleem is bij de MRI. Dus we moeten zorgen dat de mensen geen metaal mee naar binnen nemen. En inderdaad ook bijvoorbeeld een MRI-opname van mijn eigen hersenen laten zien, waarbij je dan inderdaad gewoon ziet dat de kinderen heel snel vragen beginnen te stellen van wat is dat nou, voor onderdeel in de hersenen. En dan zie je dus dat je eigenlijk heel makkelijk daarover kunt praten met de leerlingen. Bij een soort scanner waar je dan onder moet liggen. De LMI, MRI. Hoe zieke hersenen er dan ook uitzien en zo. Dat er een magneet in zit die ze gebruiken. Hoe je hoofd er een soort uitziet van binnen. En over dat ze heel veel proefjes doen om te testen, om je hersenen een beetje te testen. Ik hou het langer vol. Zo leuk om dat enthousiasme te zien. En als wetenschapper vind ik het heel leuk om vragen te beantwoorden en daarover na te denken. En je ziet dat die kinderen komen ook met hele verrassende vragen. Van ja, hoe weet een baby nou een naam te herkennen? Ja, het zijn waanzinnig interessante vragen. Hoe kun je weten hoe dyslexie nou precies werkt? Dat zijn precies voorbeelden van het soort onderzoek wat wij vaak ook in onze groep eigenlijk willen beantwoorden. Ja, sommige stukjes waren wel spannend om te zien. En dan moet je ook beseffen dat dat ook een soort in jouw hoofd zit. Ja, wel gaaf. En die krijg je niet elke dag, dus. Echt wel cool hoe je dan zoveel dingen al eigenlijk wel al weet. Dus dat is dan ook wel apart.